Leuk dat je kijkt naar een video van Will en Tien. En hij is wat anders dit keer. We staan namelijk in de stad in de regen. Oh, het is echt het is verschrikkelijk echt weer, super. Maar goed. Maar het mag de pret niet drukken. We gaan namelijk een superleuke video opnemen. Want ik zei tegen Willemijn, weet je wat wel tof zou zijn als we echt eens outfits gaan passen die echt letterlijk op een paspop staan in de etalage. Want wie van jullie trekt nou eigenlijk wel eens letterlijk zo'n outfit aan die op een paspop geëtaleerd staat? Ik niet. Not want me. Het ziet er altijd heel apart uit, zeg maar. Ik denk altijd, ik kan er niet meer wegkomen. Ik weet niet hoe het met jou zit. Nou ja, ik vind altijd die dingen, die outfits, passen alleen lange mensen van zeg maar 1,80 met maat 34 en cup C. Nou, dat is zeg maar zo'n 3% hier op aarde. Ja. Waaronder dus ook niet ik. En we gaan steeds vaker van dit soort video's maken. Want wij denken gewoon, ja, maar aan wie moet die zooi allemaal verkocht worden? Aan de normale mens. En wij zijn inmiddels gewoon de normale mens. Kijk, ik ben wat voller, bij wijze van. Hè, dus ja, op mij staan dat soort dingen ook bijna nooit. Dus wij gaan gewoon onder de loep nemen van, hè, hoe leuk is zo'n paspop outfit nou eigenlijk echt? Hoe bedenken ze het en hoe ja, draagbaar is het eigenlijk? Ja. Dat gaan wij vandaag testen. En de eerste aflevering staat in het thema van kerstoutfits. Want precies, het is natuurlijk bij de feestdagen. En ja, misschien verbaast ons wel dat het eigenlijk veel leuker staat dan we dachten. Nou, dat zou we het vaker moeten proberen. Dat hoop ik natuurlijk. Maar ik heb zo'n volgevoel. Ik heb een zware... Ik zie het zwaar in. Ik heb er een harde paspop hoofd in. Ja. Jongens, we gaan aan de slag shoppen. Alright, we staan bij de eerste winkel. Ja, we zullen even denken. En ik ben heel benieuwd. We gaan een outfitje uitkiezen. Ja, Tien, welke wil jij doen? Nou, ik zie die ene. Die heeft zo'n achterlijke glitterhaarband om haar hoofd heen. Zie je dat? Dat is een glitter jurk met zo'n riempje bij mij. Echt en dan een stippelpanty. Stippeltjes panty en een soort van lakleren. Ja. Laarsjes. Misschien moet ik toch maar eens dat glitterpak gaan proberen. En dan, ja, maar dan wel met die tassen erom. Echt nee, en dat petje. Tas, nee, we gaan echt totaal kopie van wat hier staat, inderdaad. Okay. Ik ga nog even verder kijken of ik misschien nog even... Daar heb ik nog een pantalon met een glittertop. Ja, die is mij te chic. Nee, je moet ook iets met glitters, hoor. Oh my god. Oké, okay, we gaan, naar binnen. We kiezen even wat uit. Ja. We gaan even kijken. Nee, dat ga ik doen. Dat is wat? Oh, die bange verloes broek. Nee. Ik had een Inge Brein gisteren nog over met verloes. Ja, het is alleen maar leuk hè, voor mensen die echt heel hip zijn. Maar serieus, kijk, dat petje erbij. Dat gaat niet. Oké, dat wordt hem. Ja, en ik heb altijd een probleem met kostjes. Ik heb hier altijd echt de meest grote maten nodig. Omdat het echt extra klein rolt, heb ik altijd hier in. Dus ik weet niet of ik erin pas, dat is altijd een nare. Ja, dus, dat lijkt me echt kut. Nee, maar echt, even serieus, dat lijkt me echt kut. Nee, maar voor curvy ladies hebben ze hier echt weinig. Dat is echt waar, je moet echt een beetje recht toe, recht aan zijn. Echt voor rondingen, het maakt niet uit hoe groot je het neemt, zeg maar. Ik heb hem ook gewoon wel L of zo, maar ik moet hier gewoon XL nemen, anders past mijn curves er gewoon niet eens in. En dat is best kut, ja, dat was bijna niet aan denken. En dat is paars. Nou, misschien vind je het wel leuker dan je denkt. Maar vroeger had je altijd paarse oogschaduw op wil. Dus, ja, dat is waar, ja. Ja. Topje. Het enige wat ze dus niet meer hadden was de zwarte kolt die eronder was. Oh ja. En eerlijk gezegd is dat misschien maar goed ook. Nou ja, ik had ook inderdaad niet meer... die had ik ook niet meer. Had je ook zo'n zwarte dunne kool eronder? Ja, ja, die had ik ook inderdaad. Dus ik heb daar een zwarte blouse voor in de plaats genomen om eronder te doen. Nou. We gaan eventjes omkleden. Ja. Dus het resultaat. Tada. Oh god, een verloerse broek. Moet niet erger worden. Ik ben heel benieuwd wat Willemijn hiervan vindt, maar ik moet zeggen, ik vind eigenlijk helemaal geen gekke outfit. Ik zocht sowieso nog wat voor de feestdagen en ik ben jarig ook nog. Ik vind hem echt leuker dan ik dacht. Ik heb er een lekkere booty in en het verloor is best schijnig. Goh, jeetje, het is eigenlijk heel leuk. Willemijn mag mij nog niet zien, dus ik sta een beetje krampachtig hier achter het gordijn, zodat zij mij niet ziet. Maar ik nu wel gelijk mijn reactie kan filmen als ze eruit komt. Ja, Wil, ik ben klaar voor je hoor. Ja. Ook vind je echt een hipste? Ik vind het eigenlijk wel ik vind het wel geinig. Ja, het is een kilometer te lang. Het is wel een vreselijke kleur. Maar ik vind verder het... Ja, maar zeg maar, het is op zich wel grappig dat het een keer juist niet matcht met wat je normaal altijd hebt qua kleuren. Maar wat? Ik vind het wel grappig. Draai nog eens onder mij. Een kemmeltoe met zo'n broek. Ja, dat had Renate hier ook een keer. Weet je, Dr. Mars eronder, maar zij had geen Dr. Mars eronder, denk ik, die paspop. Nee, ze had meer iets lakboots, maar die vloog niet, zeg maar, die had enkele. Maar het leek er wel heel erg. Ik vind het pak met zo'n tasje eigenlijk best grappig staan. Het is wel heel erg oversized. Is het allemaal XS wat je aan hebt? Ja, ik heb allemaal XS aan. Zo, dat is echt vet oversized, lijkt het allemaal wel bij jou. Ja, zo bizar. Ja, ik vind het ook niet gek. Het is niet dat ik denk, jezus, wat lelijk of zo. Nee. Het is wel het gekste wat ik ooit heb gepast. Ja, dat snap ik, ja. Ja, ik zie het jou, zeg maar, het is niet helemaal jouw stijl, maar als ik jou zo zie, en jij zou zo in de winkel werken, dan zou ik wel denken, oh, dat is echt zo'n vette hipster. Als er een hout was geweest, had ik me er meer thuis in gevoeld. Ja, hè? Maar je zou hem niet kopen?
Nee, ik zou deze niet kopen, maar ik wil wel... Wat vind je van een glitterpak? Ik wil dus wel zo'n glitterpak gaan proberen met een jasje en een broek. Ja, en met zo'n shirt. En ik vind het bij jou wel mooi staan, zo'n tasje op je heup. Dat kun jij goed hebben. Ja, kun je echt goed hebben. Ik vind het echt leuk. Andere schoenen nog. Ik vind het niet puur lelijk, als in de kleur wel, maar... Het concept vind ik wel leuk. Nee, ik vind het grappig. Het is echt een heel ander soort stijl dan wat jij normaal aan hebt. Maar daardoor staat het eigenlijk echt wel heel erg leuk. Nou, lachen. Ik vind het best geslaagd eigenlijk. Dit experiment verbaast me. Oké, tijd voor team. Show me, girl. Oké. Hè? Nee, dit is vet leuk. Ja, toch? Hè? Wat leuk. Ik vind het leuk. Ja, ik vind die blauwe vloesbroek dat echt... Je kan het echt hebben. Nee, joh. Ik vind het leuk. Je bent net een echte it girl. Oké, jongens, ik moet het herzien. Iedereen kan een it girl worden met de juiste kleding. Misschien ligt het toch aan ons. Misschien ligt het eraan dat ik ook gewoon nooit het hoek moet combineren. Nee, ik vind het echt leuk. Staat je echt goed? Leuk, hè? Ja. Het is echt leuker dan ik dacht. Ja, hij is echt heel leuk. Wat lachen dit? Ik vind vooral die broek mooi, die wil ik ook. Ja, grappig, hè? Blauwe vloes. Echt tof. En met die beide pijpen zou ik best lachen. En daar word je best wel slank van. Ja! Je hebt ook daar zo'n lekkere content mee kijken. Zo'n lekkere verloes. Ja, echt een. Eibare. Oké, nou, to be honest, het valt me niet tegen. Ik vind jouw outfitje wel echt heel erg leuk. Ja, ik vind hem ook geinig. Ja? Ik vind hem echt leuk. Ja. Ook met die schoenen eronder. Ja. Maar dit gelijk maar een opmerking. Ik koop vaak dingen dat ik ze kan combineren met andere dingen. Wat ik hiervan deel denk is, ja, ik zou alleen maar weten dat ik het zo kan combineren. Maar verder, keine ja, aan. Maar ze hebben er vast nog wel een andere trui bij. Die erop kan zetten. Echt leuk, vind ik een 10. Dit hele setje moet je kopen, hoor. Ja, we gaan dus ook even kijken, maar wat gaan we uiteindelijk dus weer kopen. Ja. Ja, voor de feestdagen is het wel heel erg leuk. Echt heel erg leuk. Ik heb nog eventjes de broek van 10 ook aangepast. Die vind ik echt super leuk. Die ga ik gewoon kopen. Geen idee hoe ik hem ga combineren thuis, maar dat komt vast goed. Ik vind hem echt leuk. We zijn even neergestreken voor een break, een lunchbreak, even gezellig lunchen. Ik moet zeggen, het viel me niet tegen, deze eerste sessie. Nee, dat was wel leuk. Ja, mijn outfit was wel, vond ik echt lelijk bij me staan. Maar de outfits, de items op zich, los van de paarse kleur, vond ik echt leuk. Ja, en ik vroeg dus net aan die kassaverkoopster van, styleren jullie zelf die paspoppen of niet, of hoe gaat het precies? Maar ze hebben inderdaad iemand vanuit het hoofdkantoor, wat ik zelf al dacht, die natuurlijk gewoon bepaalt hoe de paspoppen er precies uit moeten zien. Die wel blijkbaar van de styling is en zo. Dus dat is op zich eigenlijk wel leuk. Dus eigenlijk denk ik nu, als je niet zo heel goed bij de kleding combineren, eigenlijk is het best wel simpel. 1 plus 1 is 2. Dat je gewoon dan kijkt naar een paspop en denkt, goh, dat zou ik nooit aantrekken, maar ik vind het wel leuk. Dan is het eigenlijk best gewoon geen gek idee om het gewoon eens een keer helemaal te proberen. Ja. En eventueel een kleine aanpassing te maken. Bijvoorbeeld, ik weet nu al, de kool bijvoorbeeld bij mij eronder, die paspop had, hij was er niet. Maar ik denk dat wat minder leuk had gemaakt. Ja. Dat is misschien wel mooi, dat je het een beetje aanpast, maar dat je wel erop varen kunt. Dat je stijl dat een beetje doet. Ja? Jij hebt bijvoorbeeld nu ook zo'n blauwe verloren broek gekocht, maar dat had ik ook niet bedacht van tevoren dat je dat ging kopen. En ik had helemaal niet gedacht van dat is leuk, maar het is dus, want dat gaat wel geslaagd. Dat is gewoon een tip, gewoon een keer aantrekken met een paspop aan. Maar goed, het is nog maar 1 winkel, hè? Gimpen. Ik vind wel dat jullie gimpen erbij zijn. Nee, ja, nee, ja, nee, echt wel. Je gaat die lelijke gimpen. We zijn met de Zara. Eens even kijken wat we gaan doen. Ik vind die hele panter. Oh nee, die is wel lelijk. Wat doen we? Dat zien we altijd niet. Deze outfits zijn niet echt partyproof, hè? We gaan even binnen kijken. Ja, dit is helemaal hip, hè, die ruitjes. Ik weet niet wat jullie van ruitjes vinden, maar ik heb dat heel erg een Burberry gevoel en dat past echt niet bij mij. Maar ze zijn heel erg hip op dit moment. Ik vind het wel, als ik anderen ermee zie, van die echt mega hippe influencer, dan denk ik altijd wel, ja, wel leuk, maar ik weet niet of ik ermee weg kan. Ja, ga deze doen. Oh, dan heeft er zo'n 7-8. Dat gaat mij sowieso niet worden, bij mij is het, nou ja, dat zie je zelfs wel. Dit wordt hem? Oké, ik ga hem even vloggen. Het is een grijze kool met een hele lange jas met een riem eromheen met goud. Dat zie ik jou ook nooit dragen. Nope. En dan, het is een lange flare jeans die natuurlijk echt een kilometer lang is met zwarte... Even kijken, wat zijn dat voor schoenen? Oh, dat zijn zwarte laarsjes. Ja. Nou, Wil, succes ermee. Tijd voor de tweede ronde. Een panterjas en een hele mooie broek. En ja, de paskamer is hier nog wel klein. Oké, Wil, ik ben klaar voor je. Mooi. Heb je schoenen aan? Ik zag ze niet eens. Nee, je lijkt een beetje een weggelopen vrouwtje. Nee. Ik vind het gewoon schuwelijk. Ja, dit licht is ook heel erg. Dat moet ik ook wel bij zeggen. Maar nee, dit is echt helemaal niks.
Oh god. Oké, okay, nee. Ben je klaar? Ja, ja, ik ben klaar. Nou, die trui. Ik zal het van voor de kom zeggen. Die trui maakt me echt lullig. En die ruiten vervallen helemaal. Dat is zo durf ik niet. En dan kost het niet. Tada. Ken je ervan Clown Bossie 2.0? Nee, echt. Nou ja. Nee, joh. Die jas is wel echt heel veel te groot. Ja, maar die jas staat je wel. Maar die jas maakt alles wel goed. Want ja, doe eens uit. Doe als ik hem uitdoe, dat is zeg maar deze jas heb je nodig om te verbergen hoe lelijk de rest is. Ik heb gewoon vet knieën hier. Wacht, trek het. Heel erg. Oh, die kleur oranje. Zo, dit staat jou echt niet, die kleur. Het is echt verschrikkelijk. Maar kijk hoe dit vervormt door mijn benen. Oh ja. Ja, het lijkt nu ook alsof je X-benen hebt. Ja, maar kijk dit. Ja. Doe nog eens! Kijk eens, dit zo wel koud. Het is toch echt een huidje over, joh. En ik heb nee. Van die vet knieën. Ja, die jas maakt echt veel goed. Ja, ja, weet je waarom ze die paspoort hebben gedaan? Omdat we verbergen hoe lelijk de rest van deze kleding is. Ja, kijk, wat doe je zo? Ja, het is een mooi jasje, Annie. Je ziet niks meer van, zo van. Tada, kijk mee, stylish. Ik heb bij deze broek niet eens sokken nodig. Nee, ik wou het zeggen, ja. Jij bent, je houdt jezelf wel warm. Oh, dit licht ook hier afschuwelijk. Zijn enthousiast dat we eerst waren? Zo lelijk is dit. Dit is kan echt niet. Ik ga dit echt heel snel uit. Ik moet eerlijk zeggen, ik koop al bijna nooit wat bij de Zara. En nu weet ik ook waarom, want het staat mij gewoon op een of andere manier nooit. Ja, het is echt trekken uit. Ja, sexy wel. Nee, je moet mijn broek even zien. Ik ben nog erger. Kijk wel. Nee, Wil, dan dit is nog erger. Kijk dan, ik krijg deze. Ik krijg dit alleen tot aan het eerste gaan. Ik had ook nog even een jurk meegenomen. Gewoon voor mezelf om te passen. Ik vind deze wel leuk, jongens. Wat vinden jullie? Oké, jongens. Paspop nummer 3 is gevonden. Ja, dat is ook gelijk de laatste. We doen elke keer 3 outfits per persoon. En ja, Monkey is een winkel. Daar komen wij dus ook echt nooit. En we hebben dus... Dat heeft een reden. Ja, ook een reden inderdaad. Maar we hebben alle etalages zijn we afgegaan. En dachten, waar zijn we nu langs gelopen? We denken, nou, wie trekt dit nou aan? Oké, toen kwamen we dus bij Monkey uit. Dachten, wie trekt dit nou aan? We hebben alle twee een outfit gezien. Check dit. Die gaan we nu even laten zien. Dit is de mijne die ik aan ga trekken. Nou, ik zie dus hier een soort van... Wat is het? Zwarte shallow pet met van die gouden glittertjes en van die... Geen eronder over een koldruin. Ik vind het er zelf echt niet uitzien. Bij mij helemaal niet, denk ik. Want ik heb grote tetten. Wie gaat er zo in passen? Zeg maar dat. Nou, noem je jouw outfit. Hallo, mijn outfit. Dat vind ik ook echt zo'n dingetje. Zo'n rok. Zo'n lange rok die bij mij over de knieën gaat zijn. Ja. Geel, zwart, lak. Nou, alles bij elkaar. Zilver en okergeel zou ik zelf nooit verzinnen. Maar de Monkey doet het gewoon. Wij gaan het aanpassen. Ja, het wordt niets. Oké, ik ga Willemijn nu voor het eerst zien. Oh. Ik ben echt bij een oma. Afschuwelijk. Ik vind het echt zo lelijk. Oh. Kijk, mijn witte benen er ook bij. Oh, dat tasje bij het. Nou, ik moet zeggen, ik vind een heuptasje nog steeds wel leuk bij jou. Ja, het is wel als ik jou weer in de spiegel zie vanaf een afstandje, dan denk ik, oh ja, ik vind het wel mega hipster, maar die schoenen vind ik echt... Het is echt verschillend, maar ik vind het gewoon met zo'n knop in die bril en dan die rok en... die schoenen erbij, nee, dat vind ik ook echt helemaal niks. Ook gewoon die fanny pack, die maakt het dan nog wat, want moet je kijken. Ja, klopt. Nou, maar dat is op zich wel een leuke styling tip als je dit dus wil. Zo'n fanny pack maakt het wel, ja. Je moet er dan al echt... Oh, maar inderdaad, het is echt heel erg oud omaatje-achtig, zeg dit hier. Echt afschuwelijk. Oh, god. Die schoenen zijn volgens mij nog het ergst. Ja, die schoenen, dat vind ik ook het ergste. Nee, dat echt niet. Ik denk wel op zich, nou ja, als je nou is de vraag. Stel je voor dat je er iets van gaat maken. Misschien de uitdaging 2 voor nu. Stel je voor dat je hier echt iets van jouw stijl van moet maken. Wat zou je dan anders doen? Want ik vind op zich ook geel met zilver, ik vind het niet gek. Nee. Ik vind het niet heel raar. Nee. Ik zou dan je haar los doen. Ja, ik zou haar los doen. Een mooie krul erin. Ja. En dan toch ik vind die rok ook niet. Ik vind die rok namelijk ook niet raar. Hakken. Ja, ik zou mooie ook hakken aandoen, ja. Of lange laars of zo eronder, of weet ik veel wat. Maar... Nee. Ja. Oké, okay, de muziek is trouwens echt tering hard slopen. Wat zei je, team? Deze kleur. Nou, vanaf dacht ik, dit is wel niet mijn ding. Dit is helemaal geen... Nee. Persie. Ja? Oké, okay, show me a girl. Nou, ik vind dit niet gek op zich. Maar hij is veel te groot. Ja, hij is echt veel te groot. Ja, want ik vind het op zich niet heel raar. Nee, het valt me niet tegen. Hoe raar het staat, maar... Nee. Hou het toch maar bij die fluwelen blauwe broek. Het is wel een beetje houten zakken. Maar ik denk als die nou maar kleiner zou zijn. Ja, je zou hem echt nog kleiner moeten hebben. Het zou wel grappig kunnen zijn, maar... Nee. Snel uit. En dit was er meer. Wat mij betreft is dit niet de laatste in deze serie. Nee, ik vond het echt super leuk. Ik vond het heel leuk. Wat ik er weer van geleerd heb is echt gewoon dat je soms dingen aan moet trekken waarvan je denkt... Ik lijk me drie keer niks, terwijl sommige dingen echt heel leuk kunnen zijn. Die glitter shallopet. Nee, zoals die daar op die paspoort gecombineerd.
En de maat bij jou en zo. Maar ik vond de chalopet aan zich wel eigenlijk wat ik nu denk, goh, ik heb eigenlijk best wel een leuke glitter chalopet voor de kerst. Dat heb ik nu wel, ja. Ja, en onze Coasted. Nou, jouw Coasted outfit. Coasted outfit, ja, die vond ik ook echt super. Coasted. Tja, en de volgende editie, het ligt er een beetje aan, denk ik, wanneer er weer wat nieuws in de etalages hangt. Ja, gaan het gewoon even in de gaten houden wanneer er nieuwe collecties binnenkomen. Maar doe even een duimpje omhoog en laat even weten wat je van deze video vond. Ja. Wat kan de volgende keer anders? Wat kan er beter? Geef feedback. Dat vinden we alleen maar fijn voor de volgende video. Dus, en dan dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer! Doei! Doei.